President Desi Bouterse heeft gisteren de vertrekkende ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika, Edwin Nolan, bedankt voor zijn inzet tijdens zijn periode in Suriname. Nolan was vanaf 2015 ambassadeur voor Amerika in ons land. Het staatshoofd gaf aan dat Suriname en Amerika al langer dan 40 jaar een goede relatie hebben en in de periode van Nolan is deze band verder verstevigd. Ambassadeur Nolan, u heeft bewezen een zeer bekwame diplomaat te zijn die de relatie tussen onze naties hoog heeft weten te houden. Suriname is een goed voorbeeld van een moderne, multiculturele samenleving. Het doet me goed dat u en uw echtgenoten met deze expressieve ervaringen vertrekken. Het staatshoofd gaat verder aan uit te kijken naar een goede samenwerking met de opvolger van Nolan. Een goede fundering is gelegd en de goede relatie tussen beide landen zal voortgezet worden.